Het huis. Neem dit werkblaadje bij de hand, want we gaan er samen aan werken. Neem ook je schaar en je vulpen. We gaan knippen en schrijven. Dit is Mattie. Hij neemt jullie graag mee naar zijn huis. Hij woont daar met zijn familie. Kennen jullie iedereen nog? Zijn moeder Joke, zijn vader Koen, zijn grote zus Mona en kleine broer Max. Mattie heeft een kat, Minou, en ook een hond, Woef. Op het werkblad staan deze 6 vierkanten. Neem een schaar en knip deze uit. Druk maar op de pauzeknop wanneer je meer tijd nodig hebt om te knippen of om te schrijven. Dit is het huis van Mattie. Ik vertel jullie graag iets meer over de verschillende plaatsen in huis. Schrijven jullie de juiste naam bij de plaatsen op de stippenlijn? Je kan kiezen uit de woonkamer, de keuken, de slaapkamer, de badkamer, de zolder, de garage. Luister goed, ik help jullie mee. De oranje kamer is de woonkamer. De gele is de keuken. En de groene, daar hoort de auto, want dat is de garage. De woonkamer, de keuken en de garage bevinden zich op het gelijkvloers. De paarse kamer is de slaapkamer. De blauwe kamer is de badkamer. De slaapkamer en de badkamer bevinden zich op de eerste verdieping. De rode kamer is onder het dak. Het is de zolder. De zolder bevindt zich op de tweede verdieping. Druk maar even op de pauzeknop, zo kan je alles mooi opschrijven. Controleer even je huis. Heb je alle plaatsen kunnen benoemen? Tijd om te spelen. Neem de familie bij de hand. Ik lees jullie telkens een tekst voor. Proberen jullie de personages in de juiste kamer te plaatsen? Luister naar de eerste opdracht. Mijn vader is in de keuken. Mijn moeder is in de badkamer. Mijn broer Max is in de slaapkamer. De hond is in de garage. De kat is op zolder. Mijn zus Mona is in de woonkamer. Mijn vader is in de keuken. Mijn moeder is in de badkamer. Mijn broer Max is in de slaapkamer. De hond is in de garage. De kat is op zolder. Mijn zus Mona is in de woonkamer. We controleren samen. We beginnen bij de woonkamer. Mona, mijn zus, is in de woonkamer. Mijn vader is in de keuken. En de hond zit in de garage. Op de eerste verdieping is Max, mijn broer, op de slaapkamer. Mijn mama is in de badkamer. En helemaal op zolder, op de tweede verdieping, is de kat. Klaar voor een tweede opdracht? Mijn papa is in de paarse kamer. Mijn mama
is in de oranje kamer. Mijn broer is in de groene kamer. De hond is in de blauwe kamer. De kat is in de gele kamer. Mijn zus is in de rode kamer. Mijn papa is in de paarse kamer. Mijn mama is in de oranje kamer. Mijn broer is in de groene kamer. De hond is in de blauwe kamer. De kat is in de gele kamer. Mijn zus is in de rode kamer. We controleren samen. We starten in de woonkamer. Daar is mama. In de keuken is de kat. In de garage mijn broer. We gaan naar de eerste verdieping. In de slaapkamer is mijn papa. De hond is in de badkamer. Op de tweede verdieping is mijn zus. Zij is op zolder. We maken het iets moeilijker. Mama wast zich in de douche. Papa maakt de auto. Mona kookt. Max, die slaapt nog. De kat is op de tweede verdieping. De hond slaapt in de zetel. Mama wast zich in de douche. Papa maakt de auto. Mona kookt. Max, die slaapt nog. De kat is op de tweede verdieping. De hond slaapt in de zetel. We controleren samen. We starten bij de woonkamer. Daar is de hond. In de keuken is mijn zus. In de garage is papa. Mijn broer is in de slaapkamer op de eerste verdieping. Mijn mama in de badkamer. En op de tweede verdieping is de kat. Zij is op zolder. Nog eentje. Opgelet. Deze is echt moeilijk. De dieren zijn op de eerste verdieping. De hond ligt in het bed. De kat in het bad. Papa is op het gelijksvloers. Hij is niet in de keuken en ook niet in de garage. Mama zit in de auto. Max heeft honger. Hij wil eten. Waar is Mona dan? De dieren zijn op de eerste verdieping. De hond ligt in het bed. De kat in het bad. Papa is op het gelijksvloers. Hij is niet in de keuken en ook niet in de garage. Mama zit in de auto. Max heeft honger. Hij wil eten. Waar is Mona dan? We controleren samen. Papa is in de woonkamer. Max is in de keuken. En mama in de garage. De hond is op de eerste verdieping in de slaapkamer. De kat is in de badkamer. Op de tweede verdieping bevindt zich dus Mona. Zij is verstopt op zolder.